In hoofdstuk 3 staan de vroege middeleeuwen centraal. In paragraaf 3.1 heb ik gekeken naar het Midden-Oosten, het gebied waar de islam ontstond, en nu richten we onze blik weer op West-Europa, in de paragraaf over hofstelsel en horigheid. In West-Europa vindt namelijk een grote verandering plaats. Die verandering zien we terug in het kenmerkend aspect. De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende cultuur georganiseerd via hofstelsel en horigheid. De cultuur, de samenleving verandert dus. En daarbij staan de twee begrippen hofstelsel en horigheid centraal. Als we naar die begrippen gaan kijken, als we naar de verandering in West-Europa gaan kijken, dan gaan we vooral kijken naar een politieke, een economische en sociale verandering. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even een stapje terug naar hoofdstuk 2. Dit plaatje hebben we ook al bij paragraaf 2.4 gezien, die paragraaf over de Romeinen en de Germanen. Het is een plaatje waarin de volksverhuizingen centraal staan. Al die Germaanse stammen die het West-Romeinse Rijk binnenvallen en er uiteindelijk voor zorgen in 476 na Christus dat het West-Romeinse Rijk uit elkaar valt, dat het ophoudt te bestaan. Het Oost-Romeinse Rijk, het gele gedeelte op dit kaartje, dat blijft nog bijna 1000 jaar bestaan. Maar in West-Europa komt er dus iets anders in de plaats voor dat Romeinse Rijk. En als we goed willen snappen wat er dan precies verandert, moeten we even nog eens snel gaan kijken naar dat Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk begint, als Rome ook nog maar een klein onbeduidend stadje is, als een landbouwsamenleving. Een samenleving dus waar landbouw het belangrijkste middel van bestaan is. Maar zoals we in paragraaf 2.2 hebben gezien, kenmerkt het Romeinse Rijk zich door een heel goed georganiseerd bestuur en een heel sterk gedisciplineerd leger dat grote gebieden kon veroveren. En doordat het Rijk zo goed georganiseerd was en het leger bescherming bood, werd die Romeinse landbouwsamenleving al heel snel een landbouwstedelijke samenleving. Niet alleen landbouw was nu nog een middel van bestaan, maar ook de nijverheid, de ambachten en de handel. En de plekken waar die laatste twee middelen van bestaan vooral plaatsvonden, dat waren de steden. Die kwamen dan ook heel erg opzet. Zoals we net op het vorige kaartje zagen, komt er dus een einde aan dat West-Romeinse Rijk in het jaar 476. De Germanen, die vallen dat Rijk binnen en daardoor verdwijnt langzamerhand ook dat goed georganiseerde bestuur. En dat Romeinse leger is er nu ook niet meer om de mensen in het Rijk te beschermen. En daardoor wordt West-Europa weer een landbouwsamenleving. West-Europa valt eigenlijk terug in de ontwikkeling. Want de nijverheid, de handel en de steden, die verdwijnen langzamerhand weer. En Europa gaat weer vooral aan landbouw doen. Sterker nog, West-Europa wordt autarkisch, zelfvoorzienend. Dit begrip hebben we ook al eerder gezien in paragraaf 2.1. Die Griekse stadstaten waren voor een groot deel ook zelfvoorzienend. Dat betekent autarkie. De boeren gingen dus vooral voor zichzelf, voor hun familie en voor hun dorp produceren, maar ze produceert dus niet meer voor de handel. Een tweede kenmerk van die landbouwsamenleving uit de vroege middeleeuwen was het feit dat echt bijna iedereen in West-Europa boer was. Iedereen moest aan de landbouw deelnemen, behalve de adel en de geestelijkheid. Veel mensen waren dus boer, maar niet iedereen was eenzelfde soort boer. Je had eigenlijk twee soorten boeren aan het begin van de middeleeuwen. Je had de zogenaamde vrije boeren en de horige boeren. En aan de aantallen poppetjes die hier afgebeeld zijn, zie je al dat die horige boeren veel talrijker waren dan die vrije boeren. Nou, wat is het verschil tussen die twee? Vrije boeren waren boeren die een stukje land bewerkten dat van hunzelf was, of van hun familie was. Zij waren dus vrij om te doen en laten wat ze wilden met dat land. Horige boeren, die hadden geen eigen land. Die werkten op het land van de lokale heer, de lokale edelman. Die edelman, die had vaak een groot stuk land waarop gewerkt kon worden. En dit systeem, dat was er eigenlijk al in het Romeinse Rijk. Maar aan het einde van het Romeinse Rijk zie je dat de voedselproductie langzamerhand begint terug te lopen. De opbrengsten worden minder. En die lokale edellieden, die raken in paniek. Want zo krijgen zij minder inkomsten, zo komt er minder voedsel. En dan nemen zij een belangrijke maatregel. Zij besluiten dat de boeren die op hun land werken, dat zij het land van hun heer, van die heer,
dat ze dat niet meer zonder toestemming van die heer mogen verlaten. Zij horen dus zogezegd voortaan bij het land. En daarom spreken wij van horige boeren. Vrije boeren hadden dus een eigen stukje land. Daar mochten zij mee doen en laten wat ze wilden. Horige boeren werkten op het land van de heer. En bovendien mochten zij dat land niet zonder toestemming van die heer verlaten. Zo op het eerste gezicht zou je dus zeggen dat die vrije boeren het beter voor elkaar hadden dan die horige boeren. Toch zien we aan het begin van de middeleeuwen dat steeds meer vrije boeren zich tot de adel wenden. En langzamerhand ook horige boeren worden en op het land van die adel gaan werken. En de vraag is waarom dat gebeurt. Als boer in de middeleeuwen had je het niet zo gemakkelijk. Er waren allerlei gevaren die op de loer lagen. Je leefde vaak honger, de oogsten mislukten vaak. Je leefde vaak in armoede, je had niet veel te besteden. En bovendien was het erg onveilig. Nogmaals, dat Romeinse leger was er niet meer om mensen te beschermen. En struikrovers en roversbenden hadden vrij spel. Die konden vaak hele streken terroriseren. En ja, dan moet je als boer natuurlijk in actie komen. Je moet jezelf en je familie gaan beschermen. En wie kan je dan ook beschermen als er geen goed georganiseerd bestuur met een goed leger meer is, zoals in het Romeinse Rijk? Dan richt je dus weer tot die lokale heer. Dat is namelijk iemand die wel de middelen heeft om mensen te bewapenen. Dat waren mensen die een klein legertje op de been konden brengen. En omdat het heel onveilig was, gingen heel veel boeren naar die lokale heer. En die lokale heer, die wilde hun best bescherming bieden. En die wilden hun, en dat zagen we op de vorige dia ook al, best wat grond geven waarop ze konden werken. Maar uiteraard deed hij dat niet zomaar, daar wilde hij wel iets voor terug. En de boeren moesten een deel van de oogst moesten zij afstaan, een ander deel mochten zij zelf houden. En zij moesten bovendien allerlei klusjes verrichten voor de heer, de zogenaamde herendienst. Dit hele systeem noemen wij het hofstelsel. Hof, dat staat voor het gebied van de heer. En het is dus eigenlijk een kwestie van geven en nemen. Een heer, die geeft bescherming, die geeft grond waarop de boeren kunnen werken. En in ruil daarvoor geven die boeren een deel van hun oogst af en moeten zij dus ter beschikking van de heer staan om die zogenaamde herendiensten te verrichten. En dit alles deden die boeren dus omdat er geen leger meer was om hen te beschermen, het te onveilig was en ze dus op zoek moesten naar andersoortige bescherming. West-Europa was in enkele honderden jaren dus compleet veranderd.